Ja, deze auto kennen we natuurlijk al van februari dit jaar, uw garage. Toen hebben we een heel mooi verhaal gemaakt over de Ford Taunus die hier staat. Het erfstuk van mijn opa, destijds uitgebreid over verteld. En nou ja, goed, destijds was het einde van het verhaal dat ik een afspraak had gemaakt met de zoon van de toenmalige verkoper, Paul God uit Heerlen, die deze auto destijds aan mijn opa had verkocht. Nou, zijn zoon, die ook Paul God heet, die heb ik in de zomer heb ik die opgezocht. En eigenlijk hebben we in de zomer dus de cirkel helemaal rondgemaakt. Want Paul God senior die leefde dus niet meer, zoals we toen in februari al ja, besproken hadden. Maar junior wel. En daar hebben we een heel leuk gesprek mee gehad. Oude herinneringen opgehaald van de jaren 80. Toen dat allemaal speelde, dat verhaal. Zijn vrouw die leeft overigens wel nog, dus de moeder van Paul God junior. Zijn zus die was er ook bij. Dus het was echt een heel leuk weerzien. En nou, ik kan wel zeggen, na 40 jaar hebben we de cirkel eindelijk in 2024 rondgemaakt. Dus ja, dit verhaal is mooi af daarmee. En waarom beginnen we hiermee? De andere reden is dat we destijds in februari natuurlijk gesproken hebben over de auto die daar staat, de Mustang. Een hele andere Ford, geen Europese Ford, maar een echte Amerikaanse Ford. De GT, de 8-cilinder. Hoe komt die hier terecht? Die heb ik meegenomen uit Amerika. Ik heb daar een drietal jaren gewoond, destijds voor werk. Aantal jaren geleden en nou ja. Als je op een gegeven moment weet, je komt terug naar Nederland, wil je natuurlijk een auto meenemen. Het zijn er uiteindelijk drie geworden, daar zal ik zo nog iets over vertellen. Maar dan moet natuurlijk een Amerikaanse auto moet er ook mee naar Nederland. Nou, wat kies je dan? Hè? Eigenlijk het rijtje van de Dodge Challenger, de Chevrolet Camaro of de Ford Mustang. Nou, ik wilde graag een cabriolet meenemen, dus dan valt er de Challenger die valt dan natuurlijk automatisch al af. Ja, dan blijven er nog twee over. Dat is de Camaro en of de Ford Mustang. En uiteindelijk ja, was die beslissing ook snel gemaakt, om eerlijk te zijn. Ja, dit is toch de enige echte die je dan natuurlijk meeneemt. Enige echte ook, hè, in de zin van de V8. Je hebt hem natuurlijk ook in een zescilinder. Je hebt hem in een EcoBoost variant. Maar uiteindelijk, als je het doet, wil je het ook goed doen. En dus neem je de 8-cilinder mee. Het is een S550, dat is de interne benaming die Ford hanteert voor deze generatie Mustang. Zoals gezegd, V8 heeft standaard 425 pk. Het is een auto die ja, echt voor het weekend is, echt voor het plezier, voor de fun, voor de lol. We rijden deze naast de dagelijkse auto's. Nou ja, ik zei net al, als je uit Amerika terug naar Europa komt, ja, auto's zijn daar net wat gunstiger geprijsd dan hier. Hè, dus uiteindelijk heb ik er drie meegenomen. Een Volvo XC90, die hebben we ook nog altijd hier voor dagelijks gebruik. En ook nog een BMW M4 destijds meegenomen. Gekocht in Indianapolis, deze in Ohio. De M4 in Indianapolis. En nou ja, goed, wij kwamen terug in 2020. Kocht een ander huis, rigoureus gaan verbouwen. Weliswaar een dubbele garage, maar ja, een Ford Taunus, een Ford Mustang, een leaseauto, een Volvo en dan nog een M4. Dat is natuurlijk veel te veel van het goede, uiteindelijk. Nou, na lang wikken en wegen, welke doe je dan weg en welke hou je? Of de M4 of de Mustang weg? Nou, uiteindelijk was dat toch ook wel weer snel besloten, want ja, als je in Amerika hebt gewoond, dan is dit toch wel je ultieme aandenken aan Amerika. Ook nog eens een keer een V8. Nou, bestaan die nog over een aantal jaren? Vraagteken. Het is een cabrio, die M4 was gewoon een coupé. Het is natuurlijk niet te vergelijken qua rij-eigenschappen, hè? Dat weten we natuurlijk allemaal. Ja, natuurlijk kun je hier prima ook een bocht mee om, maar niet zoals in een M4. Maar uiteindelijk, daar waar een M4 natuurlijk qua materiaalgebruik kwalitatiever is, veel strakker is enzovoort, is dit gewoon veel meer lol en plezier. En het geluid klinkt nog beter dan zo'n M4. Dus uiteindelijk deze gehouden en hij gaat ook nooit meer weg. Ja, het is gewoon een fantastische, fantastische auto. Dus iedere keer weer een glimlach op je gezicht als je hem start en lekker wegrijdt.
Dus ja, hij gaat nooit meer weg. Ja, kijk, ook daar natuurlijk nadat ik hem kocht in Amerika, bij mooi weer ritjes maken. Je hebt natuurlijk tal van car events daar en clubs. Wij woonden natuurlijk in Michigan bij Detroit. Nou ja, Fort Detroit is natuurlijk één, hè? Dus bijvoorbeeld naar een bijeenkomst geweest op het landgoed van Henry Ford, waar die woonde uiteindelijk. Heel mooi landgoed is dat. Ja, tot naar allerlei Ford-events, tot de openluchtbioscoop waar je lekker het dak naar beneden doet en film kan kijken. Ja, de ultieme Amerikaanse ervaring natuurlijk met zo'n auto. Om het plaatje, nou ja, compleet te maken en ja, echt de lol ermee te hebben die je ermee wil hebben en waarvoor je zo'n auto ook koopt. Kun je zelf je kentekenplaat kun je kiezen. Nou, toen dacht ik, is het niet leuk om hetzelfde kenteken te kiezen in Amerika, in Michigan, als dat op de Ford Taunus zit. Dus hier zat ook de kentekenplaat FB24GG op. Die hangt daar nog aan de muur. Inmiddels natuurlijk een Nederlands kenteken. Dus nou, ook zo een beetje voor de lol het plaatje compleet maken. In Amerika is deze auto best wel te betalen. Moet je hem hier nieuw kopen, dan kun je echt wel serieus de portemonnee trekken. Maar zoals ik, als je hem meeneemt als verhuisgoed, dus dat betekent dat je hem daar minimaal een half jaar in bezit moet hebben in Amerika, dan mag je hem meenemen als verhuisgoed naar Nederland. Mag je hem hier het eerste jaar niet verkopen, anders moet je alsnog je rest BPM aftikken. Tenminste, dat waren toen de regels in 2020. Ik denk dat dat nog steeds hetzelfde is. Kijk, dan is het allemaal leuk en dan is het goed te doen. Ja, dan zit de 5 liter V8 motor zit hier onder de kap. Ik zal hem even open doen. Je hebt hem natuurlijk ook in de V6 en in de EcoBoost uitvoering, de 4-cilinder uitvoering. Nou, dit is dan de 8-cilinder uitvoering. Nou, wat je hier ziet onder de motorkap is een andere luchtfilter. He, dus die is van Rouse. Er zitten ook andere einddempers zitten op deze auto. Die zijn ook van Rouse. Die maken wat ander geluid dan de standaard uitlaat. En hij is, zoals ze dat noemen, licht geflashed. En dat betekent dat hij alles bij elkaar daarmee een 30 pk ongeveer meer heeft. Ja, je hebt natuurlijk als je iets specifieks zoekt in Amerika qua auto, hè, je wil een bepaalde kleur, je wil een bepaalde kilometerstand, je wil een bepaalde uitvoering, eventuele opties. Ja, kijk, Amerika is natuurlijk een heel groot land en je hebt daar de website cars.com. Nou, daar heb je natuurlijk heel veel keuze, maar afhankelijk van wat jij precies wil en hoe vasthoudend je bent in wat jij zoekt en je zal het ook vinden, zo ben ik dan meestal. Ja, moet je gewoon een beetje geduld hebben en het ook accepteren dan dat er uiteindelijk niet zo heel veel keuze meer overblijft op het moment dat je al die criteria combineert. Nou, wat wilde ik graag? Ik wilde graag deze kleur grijs. Ik wilde natuurlijk een GT, een 8-cilinder. Ik wilde ook een cabrio. Ik wilde ook een kilometerstand die niet al te hoog is, hè, dus maximaal 25.000 kilometer. Nou, dan zat hij onder toen ik hem kocht. En ik wilde per se deze wielen hebben, dus dit is 20 inch. Origineel af fabriek. Je hebt allerlei opties qua wielen. Die kun je natuurlijk ook achteraf kopen en eronder zetten. Maar goed, toen ik al die criteria combineerde, toen bleef er een handjevol opties bleven er over in Amerika. Dus ik woonde daar in Michigan.
tussen Detroit en Chicago. En uiteindelijk heb ik deze auto in Ohio gekocht. Iets meer naar het zuiden. Ongeveer een uurtje of drie rijden. Dus dat valt op zich natuurlijk hartstikke mee. Die BMW had ik in Indianapolis gevonden en gekocht. Dat was nog iets verder. Maar goed, ik ben dan ook zo van, ja goed, daar ben je dan een dag of twee dagen ben je daarmee kwijt, alles bij elkaar. Maar dan heb je ook echt de auto die je heel graag wil, hè, met alle criteria die je had bedacht. Dus uiteindelijk heb ik hem gevonden, precies zoals ik hem wilde. En ja, drie uurtjes rijden van huis kunnen ophalen. Kwam het aan de orde dat wij weer terug zouden verhuizen naar Nederland. En dat betekent dat je een transportbedrijf benadert in Amerika. En dan heb je in Nederland weer bedrijven. De partij waar ik mee werkte, die zat in Roosendaal. Die halen die auto op in Rotterdam, van de boot af. Je kan die auto weer starten en je stapt erin. Even lekker warm laten worden, die motor. En dan op de snelweg natuurlijk meteen even gas geven. Het was geen hoogzomer meer, maar het was net wel warm genoeg om die kap open te doen hier in Nederland. Ja, het is natuurlijk fantastisch om in zo'n auto dan voor de eerste keer in Nederland op de snelweg te rijden. Ja, dat was een hele leuke ervaring. En ook de reacties die je krijgt van mensen op zo'n auto. Ja, goed, laten we eerlijk zijn. Hij maakt nogal wat geluid. Dus sommige mensen vinden het in een aso-bak. Nou ja, goed, ieder zijn mening, ieder zijn smaak. Het is vooral lol en het is gewoon hartstikke leuk. En het is de ultieme herinnering, souvenir uit Amerika. Dus dat was heel leuk om na al die weken weer hier lekker in die auto te rijden en nu in Nederland.